staan hier bij de voetbalvereniging Noord-Veluwe Boys in Hattemerbroek. En we staan met onze burgemeester Hogedoren, die de gemeente is ingeweest om pluimen uit te reiken. Maar eerst, wat is de aanleiding om dit te doen, burgemeester? De aanleiding is dat uit een onderzoek is gebleken dat Noord-Veluwe Boys supergoed heeft gehandeld als het gaat om drankverkoop aan jongeren onder 18 jaar. Dat doen ze dus gewoon niet. En we hebben zaterdag 11 oktober, met een aantal jongeren van 15 tot 17 jaar een onderzoek laten doen. Dat noemen we dan een Mystery Guest onderzoek, beter gezegd Mystery Kids onderzoek. Die op heel veel plaatsen in de gemeente zijn geweest, in supermarkten, in sportkantines, in cafés, dorpshuizen, noem maar op. Om te kijken of ze het zou lukken om drank te kopen, wat dus niet de bedoeling was. En ik moet zeggen, het resultaat, daar word ik niet vrolijk van. Want op 25 van de 28 plaatsen, daar is het gelukt inderdaad om drank te kopen. Maar er zijn gelukkig ook positieve uitzonderingen. Twee supermarkten, de Boni en de Plus in Wezep. En één sportvereniging, voetbalvereniging, de Noord-Veluwe Boys. Daar is het perfect gegaan. Daar hebben ze gewoon keurig gevraagd naar identiteitsbewijzen. En daar bleek dat ze geen 18 waren. En toen kregen de jongeren vervolgens ook geen drank aangeboden. Dat is, vind ik, een groot compliment waard, want het is natuurlijk niks makkelijkers dan om gewoon te verkopen. Dat levert ook nog geld op. Maar als een supermarkt, maar ook een sportvereniging de verantwoordelijkheid neemt om het beperken van drankgebruik onder jongeren op die wijze te ondersteunen, dan vind ik dat een groot compliment waard. In elk geval, daarom wil ik graag deze oorkonde namens het gemeentebestuur aan jullie uitreiken, waarin vermeld is dat jullie in die zin gewoon hartstikke goed hebben gepresteerd. Hartstikke bedankt. We nemen graag een ontvangst. Ik zou zeggen, wees er trots op. En het is niet voor niks dat we dat ook een beetje publiciteit geven, omdat daarmee de andere clubs ook een signaal willen afgeven. Jongens, goed voor. Ja. De pluimen worden vandaag uitgereikt. Het convenant is al eerder getekend waar alle verenigingen bij betrokken waren. Dat kunnen we ook zien aan het convenant wat hier achter ons hangt. Wat is het vervolg wat u naar dit onderzoek eraan gaat geven vanuit de gemeentezijde en de betrokken partijen? Nou, wat we nu gaan doen is de partijen uitnodigen voor een gesprek. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek. Dat zullen we in januari, februari doen. Dat doen we dan afzonderlijk met supermarkten, afzonderlijk met sportverenigingen. Om hierover te praten en toch te stimuleren dat ze wel erna gaan handelen. Kijk, het is ook zo dat sportverenigingen nu vrijwilligers op een cursus hebben die we als gemeente hebben aangeboden. Dat heet instructie verantwoord alcohol schenken. Dus we hebben wel hoop dat het wel verbetering gaat krijgen. Het zou kunnen zijn dat niet iedereen nog ervan de drongen is en over geïnformeerd is. Maar in elk geval, het heeft wel even aandacht nodig, dat blijkt wel. En dat gaan we dus in eerste plaats met hen bespreken. En als dat niet voldoende is, dan komen er ook meer maatregelen. We gaan elk jaar één of twee keer dit onderzoek doen. We zullen het nu verder ook niet openbaar maken, maar dat gaan we op een gegeven moment dan wel doen. En het is ook zo dat ik in de ontheffing voor de schenktijden heb geregeld dat als je er niet aan houdt, dan kan er ook een gele kaart worden uitgedeeld en een tweede keer een rode kaart. En ik hoop dat dat allemaal niet nodig is en dat het gewoon meer vanuit het besef van verantwoordelijkheid opgepakt wordt. Maar we gaan in elk geval het gesprek hierover wel serieus aan. Ja, we zijn een lerende samenleving. Prioriteit ligt natuurlijk bij de ouders thuis die de eerste taak hebben. Kijken we in het verlengstuk samen verder, dan mag ik toch ook melden dat Oldebroek als het gaat om grootschalige evenementen geen excessen kent en dat alles in onze gemeente goed verloopt. We kennen geen excessen, maar als het om dit onderdeel gaat, is het landelijk zo dat het best wel moeilijk is om deze regels na te laten leven. Maar zijn er meestal onderzoeken met een uitkomst van 50-50. En we zitten hier met een negatieve uitkomst van 89%, 11% positief. Dus daar ben ik absoluut niet tevreden over en daar mogen we allemaal niet tevreden over zijn. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, maar ook onderling naar elkaar toe. En ik wil er eigenlijk naartoe dat de overheid helemaal niet hoeft te controleren, omdat we zelf het normaal vinden dat we verantwoord hiermee omgaan. Oké, dank u wel en we hopen natuurlijk positieve resultaten in de toekomst te melden. En de pluimen zijn vandaag in ieder geval wel verdiend uitgereikt. Die zijn zeer verdiend en ik hoop dat het een enorme aanmoediging is voor de anderen om ook deze verantwoordelijkheid zo te nemen. 3 pluimen uitgereikt in de gemeente Oldebroek en de Noord-Veluwe Boys zijn daarbij. We hebben 2 bestuursleden, Johan Visser en Harm-Jan Lassen. Harm-Jan, de burgemeester op bezoek. Een compliment voor jullie. Nou, dat is wel leuk als je een keer positief in het nieuws komt. En daar zijn we heel content mee. Ja, de burgemeester Johan, en het is het vervolg van het beleid wat jullie eigenlijk al jarenlang vanuit jullie barcommissie hier voeren.
Ja, zeer zeker. Dat doen we al jaren, ja. Ja. Ja, ik heb zojuist begrepen dat ook jullie kantinecommissiemensen via KNVB opgeleid zijn om barwerkzaamheden te doen. Ja, er zijn afgelopen week zijn er 5 personen geweest en die hebben de cursus gedaan. Ja. Harm-Jan, jullie hebben destijds ook het convenant ondertekend en vandaag dan het resultaat. Ja, jullie houden zich er goed aan op dit moment. Ja, zeer positief. Dat het is ook een beleid. Ik bedoel, iedereen weet hoe het werkt en iedereen heeft zich er maar aan te houden. Ja. Complimenten voor jullie vereniging en proficiat met deze pluim namens de gemeente Oldebroek en die de burgemeester hier uitgereikt heeft.